afgelopen periode hebben we kunnen zien hoe de Belastingdienst mensen onterecht beschuldigde als fraudeur en keihard aanpakt. En hoe anders is dat voor de grote bedrijven, voor de multinationals? Daar gaat de rode loper voor uit. Grote bedrijven zoals Shell profiteren wel van alle voorzieningen, maar betalen nauwelijks belasting in Nederland. Maar ook Google, Apple, Facebook maken gebruik van mazen in de wet van belastingontwijking om te zorgen dat zij niet hoeven bij te dragen aan onze voorzieningen. Via allerlei ingewikkelde constructies en speciale afspraken met de Belastingdienst zorgen ze ervoor dat ze soms wel 0 euro belasting hoeven te betalen over hun winst. Dus helemaal niks, nada, noppes. En bovendien faciliteert de regering belastingontwijking door multinationals in andere landen. Ontwikkelingslanden zijn daar echt de dupe van. De ChristenUnie wil dat Nederland zich bekeert. Van gidsland voor slimme belastingontwijking naar gidsland voor een effectieve aanpak daarvan. Doe met ons mee en kies ervoor een einde te maken aan Nederland als belastingparadijs. Stop Belastingparadijs Nederland.